had het ook al eens over zuurstof. We gaan iets met zuurstof doen, hè? Wel ja, dus hyperventilatie, zuurstof. En ik heb de Qi-machine meegebracht. Dus Qi betekent energie. Ja. Dus het gaat eigenlijk de energie in het lichaam gaan stimuleren. Is zeer goed voor de doorbloeding in het lichaam, voor de celvernieuwing. En voor de mensen die misschien niet zo heel graag sporten, is het ook wel leuk om te weten dat één sessie in de Qi-machine hetzelfde ongeveer is als 90 minuten wandelen. Een sessie duurt een kwartiertje. Oh. Ik denk dat er nu heel veel mensen met zo'n zijn. Oh. Laat dat machine zien! En wie mag er gaan? Ik! Voilà, kijk, voilà, dat is al gekozen. Voilà. Oké. Okay. In de volgende studio. Ja, we zijn weg. Haha, hier is de machine. Chansard. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus leg je maar gewoon op de rug. En de bedoeling is dus dat je enkels... Dat is al perfect. Dat is niet de eerste keer, hè? Wat bedoelt je? Dat je dat doet. Jawel. Ah, want je doet dat zo goed. Ja, zo moeilijk, hè? Dat is niet zo moeilijk gaan liggen, hè? Dus je ziet dus de enkels die liggen in het toestel. Wat gaat het toestel doen? Gaat aan het lichaam de beweging geven van een zwemmende vis. Dus we gaan dat even zien. Alexandra, haar lichaam gaat gewicht worden, heel zachtjes gewicht worden. En dus haar benen die gaan naar links, rechts bewegen. Wat gaat je eigenlijk krijgen? Een beweging in de heupen. Mm-hmm. Dus de onderste ruggenwervels die gaan beginnen bewegen tot eigenlijk ze gewicht wordt van heup tot nek tot hoofd. Mm-hmm. Ja? Die beweging, dus die energiestroom, mensen die een beetje bekend zijn met de Oosterse chakra-psychologie, die gaan ook weten dus dat de energie op die manier door het lichaam loopt. Dus het is de Qi-machine, een energetisch toestel dat ook de energie gaat aanwakkeren. Maar als we het puur op het lichamelijk aspect gaan bekijken, is het een toestel dat het resultaat is van 38 jaar onderzoek van een Japanse dokter, die onderzoek heeft verricht naar zuurstof in het menselijk lichaam. Dus het gaat eigenlijk ook dus de zuurstof in je cellen gaan activeren, door die beweging een betere celvernieuwing gaan stimuleren. Allemaal heel belangrijk. Is ook goed voor mensen die last hebben van zware benen, een slechte bloedcirculatie. Dus daarvoor is het allemaal ook heel goed. Ja, doe het een keer. Nee, ik wist niet dat het voor zoveel dingen goed was. Ja, geduld is echt een mooie deugd, hè? Ja, dat is waar. Ja. Ik ben niet geduldig. Dus Alexandra, nadat de sessie beëindigd is, zal je door je lichaam gaat gestuurd worden. Je gaat het echt voelen. Dus de mensen die het thuis doen, of die het toestel aankopen, of die het ergens gaan, een sessie ondergaan, nooit onmiddellijk gaan opstaan, want dat is eigenlijk ook het zalige moment als je nadien eigenlijk die energie voelt stromen. Hè? In Japan is het ook erkend als therapeutisch toestel en wordt het zelf door het ministerie van Volksgezondheid aangeraden om heel regelmatig te doen. Oké, en doe het nu maar. Ja, ik heb niks gezegd. Maar ik zie het aan uw hoofdjes. Ik denk dat Alexandra meer goesting heeft. Dus je kan het eigenlijk heel zachtjes laten wiegen. Dus nu zie je eigenlijk heel weinig beweging aan het hoofd nog. Maar je kan het eigenlijk echt gaan versnellen. Wat is het verschil eigenlijk van het traag of snel? Ik bedoel, moet je dat opbouwen of mag je van de eerste keer al heel snel gaan? Ja, dus natuurlijk beter dat je het opbouwt, maar we hebben nu natuurlijk geen kwartier de tijd om de volledige sessie te doen. Maar ik wil wel graag eens laten zien hoe eigenlijk het lichaam mooi gewicht wordt en effectief hoe haar hoofd eigenlijk echt tot in die bovenste ruggenwervels mee wordt gewicht. Plus, dus door die beweging gaan eigenlijk haar ruggenwervels terug min of meer op een betere plaats komen. Ja. En je zal ook een massage krijgen in de spieren die zich eigenlijk rond de ruggengraat bevinden. Dus dat is ook weer goed. Dus voor mensen met rugklachten, maar mensen ook met migraine, met slechte bloedcirculatie. Het is echt zo'n goed toestel. Het heeft oneindig veel mogelijkheden. Maar je moet echt wel het kunnen loslaten. Hè? Want ik heb me in beeld dat mensen zeggen van, ik zit vast in mijn nek of mijn kop, die dat dan niet gaan durven bewegen. Maar Alexander is hier recht. Ja, maar het gebeurt echt automatisch. Het is zo'n een toestel waar je eigenlijk niet anders kan. Door de beweging moeten we echt gaan loslaten. En hoe langer dat je erin ligt, hoe meer dat je dat eigenlijk daar verder in vordert. En hoe dikwijls
per week of per dag of per maand mag je dat doen om een gezonde doorbloeding te krijgen? Ik doe dat bijvoorbeeld 2 keer per dag. En ik heb per daar, dag? Ja, ik heb daar enorm veel goede effecten van mijn rug, want ik ben zelf rugleider geweest. En dat is echt super. Ah. Ik raad wel aan voor mensen die echt rugleider zijn, dat ze nog een keer een kussen steken onder de knieën, omdat je dan eigenlijk de onderrug meer gaat ondersteunen. Hè. En Alexandra? Ah, het is geweldig, echt waar. Ik zou zelfs in slaap kunnen vallen, ik word er helemaal rustig van. Ja, effectief, je slaapt er ook beter van. Ja. Dus als ik het 's avonds doe, dan val je eigenlijk echt wel nadien veel gemakkelijker en veel dieper in slaap. En je kunt dat zo kopen in de winkel, of waar vind je dat? Dus je kan het in centra ondergaan, maar je kan bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld bij mij, verkoop ik het toestel ook. Okay. Dus mensen kunnen het vrij kopen, maar kunnen bijvoorbeeld ook gewoon een sessie gaan doen. Hangt er allemaal een beetje vanaf hoeveel behoefte dat je eraan hebt. Ja. Hè? Of welke effecten dat je ervan hebt. Maar nu zullen we eens even nagaan welke effecten Alexandra heeft. Dus als we het toestel uitzetten. Maar dan ben ik er zeker van. Ja, dat voelde enorm. Hè? Dat is ongelooflijk. Je voelt die energie echt van mijn voeten woeps, naar boven stromen. En heel warm, heel veel warmte komt er los. Zalig. Echt zalig. Mm-hmm. Wat moet dat niet geven als je er een kwartier op hebt? Ja. Moet ik nu nog verder doen? Brigitta en Jerko, super bedankt.